We gaan nog even demonstreren hoe je de rijhoogte in zo'n tabel kunt aanpassen. Ik heb een foto van Zweden hier bij me met een hoogte van 11 centimeter. We zetten de cursor in de cel waarvan we de rijhoogte wensen aan te passen. We gaan rechts klikken en dan krijgen we, want dat zie je niet op de opname, dan krijg je een menu en daarin heb je de mogelijkheid te kiezen voor tabeleigenschappen. Dan hebben we hier het dialoogvenster tabeleigenschappen. We hebben verschillende tabbladen. We moeten natuurlijk op het tablet rij zijn. En daar moeten we aanvinken dat we de hoogte wensen op te geven. Op bijvoorbeeld 11 centimeter. Niet tenminste, maar exact. We bevestigen met oké. Okay. Wat gebeurt er nu? Dat zien we als we gaan scrollen. Dat is eigenlijk dat de rijhoogte is zodanig groot dat het eigenlijk niet meer op deze pagina past. Hoe gaan we dat oplossen? Wel, hier heb ik wel het voordeel dat de opname erboven, dat een digitale opname is van het internet. Dus ik stel voor dat we die een klein beetje bijsnijden, zodanig dat we daar wat ruimte winnen eigenlijk. Dus ik ga de afbeelding daartoe rechts klikken op de afbeelding en kiezen voor bijsnijden. Dan hebben we van die zwarte greepjes daar en dan kunnen we dat een klein beetje proberen bij te snijden in de hoogte. We gaan klikken erbuiten. Zo, dat is gebeurd en dan zie je nu inderdaad dat de andere afbeelding wel degelijk op de pagina kan. We zien zelfs dat het bijsnijden een beetje overdadig was. Ik kan dat zelfs ongedaan maken indien ik dat zou willen. Via het knopje helemaal bovenaan ongedaan maken, afbeelding bijsnijden, zie zo. Je ziet dat het nu niet meer past. Ik ga het bijsnijden zelfs een beetje minder groot doen, zodanig dat de afbeelding zo groot mogelijk blijft. Voilà, dat is al voldoende. Of nee, toch niet, want we zien dat de vermelding nog op de volgende bladzijde springt of staat. Dus rechtsklikken alweer, bijsnijden. We hebben greepjes en we gaan er nog een beetje van af doen. We klikken buiten de afbeelding. Even zien of het nu oké is. Ja, alhoewel dat alles wel heel dicht op elkaar staat. Dus misschien toch maar beter nog een beetje bijsnijden. Zo, dat zou moeten zijn. We klikken buiten de afbeelding. Ja, nu ziet dat er goed uit. Dat verschil natuurlijk dat bepaalde niet afdrukbare tekens, de paginasprong, zit nu nog niet goed. Dus ik ga dat hier even aanzetten. Je ziet dat het pagina-einde op de volgende bladzijde springt, waardoor we een lege pagina hebben. Is ook niet echt de bedoeling. Dus ik ga de alinea-hoogte hier van deze alinea kleiner zetten. Dat staat op 11 punten. Laat ons dat even op 4 punten zetten bijvoorbeeld. En dan zie je dat dat niet afdrukbaar teken, pagina einde, eigenlijk toch op de vorige bladzijde terecht komt. Dus nu ziet dat er goed uit. Misschien om consistent te zijn, om eenvormig te zijn, ga ik hier het kadertje, die bovenste lijntjes en die zijlijntjes wegdoen. Dus ik ga de cel selecteren op die manier. Ik ga rechts klikken. We kiezen voor randen en arcering en we gaan deze drie randen eventjes wegdoen en we bevestigen met oké. Okay. Ziezo, nu ziet dat er tamelijk goed uit, denk ik. We kunnen nog altijd eens checken door de niet afdrukbare tekens af te zetten of misschien zelfs naar het afdrukvoorbeeld te gaan. Maar dat kan ik in deze demo niet tonen, want ik kan daar moeilijk, of toch, een beetje scrollen. Ja, toch wel een klein beetje. Dus even tonen. Maar dit zijn meteen paginasprongen, dus dat lukt niet echt goed. Zo, dat is het voor deze demo.